Ja, mijn eerste voorzichtige reactie hierop. Voorzichtig, ik gebruik dat woord omdat de berichtgeving van gistermiddag en tot en met vanochtend niet helder is. Maar alles wat ik heb gelezen, inclusief de kranten vandaag, roepen bij mij heel veel vragen op. Ik vind dat de regering verplicht is om meer duidelijkheid hierover te geven. Een uitleg die in de samenleving rust zal brengen. Maar dat het noodzakelijk is dat vandaag alvast helderheid hierin komt. Het gaat niet alleen maar om de bedragen die zijn betaald, maar met name ook als er zo sprake zou zijn van vervalsing of van onjuiste uitbetaling, onjuiste uitkering, is dit ontzettend kwalijk. Dus des te meer de verplichting van die overheid om vandaag al met een verklaring te komen en een gedegen onderzoek te doen. De minister van Financiën heeft op Radio ABC eigenlijk de heer Boven opgeroepen om de, indien hij beschikt over harde informatie, om die te deponeren bij de justitie, bij het Openbaar Ministerie, beter gezegd. Uiteraard Suriname is een rechtsstaat. Iedereen heeft de vrijheid om te vragen dat er een onderzoek komt, met name niet alleen burgers, maar met name parlementariërs. Maar in dit geval vind ik dat niet voldoende. Ik vind toch de verplichting van de regering, met name de hoogste autoriteiten in het land, om duidelijkheid hierin te geven. Als er sprake zou zijn van een uitbetaling waarvoor dat is gebeurd, het past volledig in transparantie van bestuur, goed bestuur. En met name als er sprake zou zijn van een onjuiste handeling, hoe dat is gekomen en hoe dat gecorrigeerd zal worden. Oké, tot slot. Ik ga ervan uit dat zo'n systeem waterdicht is. Blijkbaar is dat dus niet echt het geval. Vooralsnog moeten we ervan uitgaan dat het systeem waterdicht is en dat elke transactie, of het nu gaat om een uitbetaling of een ontvangst voor de overheid, dat die terug te traceren is. En als er iets fout daaraan zou zijn, dat snel hersteld kan worden. Snel hersteld moet worden, niet kan, moet worden. Dus des te meer de taak, de verplichting van die overheid om vandaag alvast helderheid hierin te geven om rust in de samenleving, rust met name in deze zaak te brengen.